Dag dames en heren, dit is Omroep Zeeland Sport met vandaag voetbal, korfbal en ronkende motoren. Volle tribunes, een internationaal deelnemersveld en spektakel bij de Supercross in Goes. Wie kruipt er omhoog uit de kelder van de derde divisie van het amateurvoetbal, Goes of Dovo? En heeft Top nog hoop en uitzicht op de play-offs in het zaalkorfbal? Maar we beginnen hier in de Zeelandhallen in Goes, waar de jaarlijkse Supercross voor de 28e keer op het programma stond. En dat betekent veel internationale rijders aan de start, maar ook Zeeuwen die hoge ogen gooien. Mark Boot uit Kampeland bijvoorbeeld, hij deed een gooi bij de Inters. Maar ook in de 450cc waren er Zeeuwen die een hoofdrol speelden. We kijken naar de beelden. Dit zijn de voorbereidingen van de beste deelnemers van de Supercross van Goes van dit jaar. De finalisten in de Intersklasse. Daarbij helaas geen Zeeuw. Mark Boot uit Kampeland had graag de finale gehaald. Maar een val in de tweede manche werd hem fataal. En dus mogen deze mannen het uit gaan vechten. En de start van Kevin Ballanger uit Frankrijk is fantastisch. Hij komt als eerste door de bocht waar iedereen goed doorkomt. En neemt hier dus de leiding. Gevolgd door zijn landgenoot Anthony Bourdon. Het is een internationaal gezelschap in deze finale. Maar vooral de Fransen zijn sterk. Want zij liggen hier op de plaatsen 1, 2 en 3. Er zijn dus 13 deelnemers in deze finale. En Ballanger gaat nog steeds uitstekend. De beste man van de vrijdag ligt dan op de derde plaats. Dat is deze Boris Maillard. Hij werd in 2018 nog derde bij de Supercross in Goes. En wil dit keer graag winnen. Maar zijn start was dus niet al te best. En dus moet Maillard in de achtervolging. En achter hem op plaats 4, hier komt hij door de bocht, Grady Featherstone. Een Brit die vorig jaar tweede was. En de winnaar van vorig jaar, de Tsjech Filip Neugebauer, is er niet. En dus zal deze Grady Featherstone ook zijn kansen ruiken. Dan een belangrijk moment in de finale. Hier springt Ballanger, maar hij verliest zijn evenwicht wat. En dan gaan zowel Maillard als Bourdon er voorbij. En Maillard gaat zelfs ook nog Bourdon voorbij. En die gaat dus zo van plaats 3 naar plaats 1. Vorig jaar kon hij niet naar Goes komen, deze Boris Maillard, vanwege een blessure. Maar nu is hij terug en sterker dan ooit. En dan weet hij zelf ook, Boris Maillard gaat de 28e editie van de Supercross in Goes winnen. Hier is hij over de finish, gevolgd door Anthony Bourdon. En de derde plaats gaat naar Ballanger, waardoor we dus een volledig Frans podium krijgen bij deze editie van de Supercross. Boris Maillard stond dus al eens op het podium in Goes. Maar nu heeft hij dus het hoogste schavot te pakken. En daar had hij zelf tijdens de race eigenlijk niet meer op gerekend. After the start, not really, because I saw Kevin, the first rider, he was just going away and I was just struggling with the other riders. And I didn't think it would be possible, but then lap after lap, I closed the gap and yeah, then I passed both in the same time, which helped me a lot. And yeah, then was just a few laps to go that I could manage to win, so it was nice. In de 450cc nationaalklasse zijn alle Zeeuwse ogen gericht op nummer 285, Kevin Spruit uit Axel. Hij is de enige Zeeuw in deze finale waarin in totaal 8 rijders in actie komen. En zij gaan dus strijden om de eindzege. Er wordt gereden over 10 rondes en dus is de start heel erg belangrijk. En zo moet je dan starten. Kevin Spruit als eerste door de binnenbocht en hij pakt de leiding. Het is gelijk spannend, want ook de Brabander Rini van der Linde en de Belg Christophe van Varenberg zijn goed weg. Maar niet zo goed als Kevin Spruit. En het publiek ziet hoe hij dus op positieve wijze verrast, al is het spannend. Want hier een aanval van der Linde, die weet Spruit nog net af te wenden. Maar van Varenberg gaat er wel voorbij en van der Linde valt dan in de achtergrond. En Spruit ligt dan dus op de tweede plaats. Maar Spruit geeft zich niet gewonnen en gaat zelf weer in de aanval. Hier wil hij een inhaalmanoeuvre gaan doen, maar dan gaat hij onderuit, Kevin Spruit. Gelukkig staat hij gelijk weer op. Maar het kost hem natuurlijk wel de eindzege in deze 450cc-klasse.
Laten we nog een keer kijken wat daar nou precies gebeurde. Spruit zet de aanval in, maar duikt voorover. En dan is hij zijn evenwicht kwijt. En Van Varenberg kan dan onbedreigd naar de overwinning. Hij gaat de 450cc nationaal klasse bij de Supercross in Goes winnen. Een mooie overwinning natuurlijk voor de Belg. Die hier over de finish gaat en afgevlacht wordt. En Kevin Spruit, hier is hij. Hij gaat op het gemakje naar de finish en pakt een derde plaats. Goed gedaan natuurlijk, al had er veel meer in gezeten. En net het moment dat ik hem wil passeren, ja, raak ik de controle kwijt. Voorover eraf, dat was echt spijtig. Ja, want je zat er vanaf de start super in. Ja, ik had week opstart, dat lukte vandaag super goed. Ik denk op een duur, Rini van Linden zat achter me en ik zag die jongen voor me, op een duur liep ik in. Ik denk, ja, ik kan hem gewoon hebben, ik kan hem gewoon winnen. Dus toen wilde ik er ook voor gaan en ja, het maakte net een klein foutje. Ja. Maar als je het niet probeert, dan weet je het niet. Kun je dan toch nog een beetje tevreden op deze finale terugkijken of is het alleen maar balen? Nee, zeker. Ik ben echt zeer tevreden. Ik heb het gewoon eindelijk weer gewoon geprobeerd. Ja, dat is gewoon super. Het publiek, je hoort daar juichen aan de zijkant, dat is gewoon geweldig. Ja. Echt gaaf. Blijft een top evenement, hè, deze Supercross? Ja, dat is ongekend. Dat ga ik zeker nog een keer doen. We blijven hier in Goes, want we gaan verder met voetbal. In de derde divisie stond er voor Goes een belangrijke wedstrijd op het programma. Tegen Dovo uit Veenendaal. En dat is net als Goes een degradatiekandidaat. Belangrijke wedstrijd dus. Het commentaar is van Joop van der Laan. Goes zonder de backs Job Dekker. Die is geschorst. En Jelle Klap die is ziek geweest. Zij worden vervangen door Miguel Kruk en Ralf de Kok. En opnieuw op de bank met dispensatie trainer Daan Eikenhout. Belangrijke wedstrijd voor Goes om weg te komen uit de onderste regionen. Tegenstander Dovo heeft 4 punten minder, dus Goes kan hele goede zaken doen. Na een minuut of 7 de aanval van Goes, Tim de Winter. Op Daniel Wissel het schot en dat gaat eigenlijk maar rakelings over. Dovo met Pernili Bia. De voorzet op spits Quincy Arens, maar daar zit Sherif Tofik tussen. Eerste mogelijkheid voor Dovo in deze wedstrijd. In een eerste helft die nog op gang moet komen. Jasper Waalkens, Arends opnieuw. Maar Brian Meulmeester is attent. Goes krijgt gaandeweg meer grip op de wedstrijd. Miguel Kruk. Mark de Kroo schuift goed in. Gaat de combinatie aan met Schalkwijk. De Kroo krijgt hem terug. Maar daar is het ietsje te druk voor Schalkwijk om zijn voet tegen die bal te krijgen. Eerste corner in deze wedstrijd. Voor Goes. Maar die levert niets op. En Goes is opnieuw in de aanval via Ramon de Vlieger. Zoekt Steve Schalkwijk. Gaat er om de keeper heen. Maar dan is het verdediger Jordi Balk die de bal van de lijn kan halen. Corner Dovo. De kopbal van aanvoerder Simon van Zeelst. En die levert niets op. Nog ruim 10 minuten tot aan de rust. Nog geen goals. Wissel, de Kroo en dan gaan beide spitsen diep, allebei, maar ze komen net te laat en Van der Sman kan de bal oprapen. Nog 5 minuten tot aan de rust. Schalkwijk zoekt de combinatie met Wissel en Wissel terug op Schalkwijk en jouwe, daar is hij, 1-0. Schalkwijk en Wissel, ze kunnen elkaar blindelings vinden. Schalkwijk met zijn 12e treffer van dit seizoen. En hij moet alleen Rick Impens van Hoek voor zich laten als topscorer. Mooie paas. En Schalkwijk heeft weinig ruimte nodig om te scoren. Van Dovo. Via Kevin Smit. En Brian Meulmeester komt op tijd uit zijn doel. Gevaar geweken voor Goes. Marten Kroo wordt weggestuurd. Mag dan het strafschopgebied binnen. En die bal gaat maar net voorlangs. Mogelijkheid voor Goes om de score te vergroten. Dat kan misschien via deze corner. Ingestudeerd Daniel Wissel. En die bal gaat maar net naast. Eigenlijk is het wachten op het moment dat de 2-0 valt. Maar aan de andere kant Dovo op zoek naar de gelijkmaker. De voorzet. En dan is het Arends die vandaag niet gelukkig is in de afwerking. Maar Dovo dringt verder aan. De ruimte voor Mitchell de Zwart. En er zit opnieuw Arends. En die wordt daar aangetikt.
Ja, en de frustratie druipt er van af, want hij heeft geen geluk vanmiddag. Stand blijft 1-0. En Goes houdt het achterin op orde. Aan de andere kant Steve Schalkwijk, maar zijn schot mist kracht. En dat weet hij zelf ook. Wissel. Weer diep op Schalkwijk. En wat gaat hij doen? Hij wil hem breed leggen, maar die bal komt niet aan. Ja, de mogelijkheden komen voor Goes in die slotfase. Zoals hier de vrije trap van Hiep Nguyen. En die wordt gepakt door de doelman van Dovo. Dat misschien aan de andere kant nog wat kan doen. De omhaal van Arends was de bedoeling, maar hij raakt Steve Schalkwijk die daar staat te verdedigen. En dat levert hem een gescheurde bovenlip op. Schalkwijk blijft in het veld, gaat hier achter de inworp aan. Bijt op zijn tanden. Bal tweede paal en dan komt Wissel net te laat om af te ronden. Diep in de extra tijd dan. Stand nog 1-0 voor Goes, maar scheidsrechter fluit dan af. En Goes pakt hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Matchwinner is Steve Schalkwijk, die gehavend uit de strijd komt. Alles voor het team over hebben. Kijk, ongelukje kan gebeuren. 3 punten zijn binnen, dat is het belangrijkste voor mij. Want ze zijn heel belangrijk, die punten op dit moment. Ja, absoluut. Nu kan je een mooi gat gaan slaan. We hebben nog een wedstrijd minder ook, dus stikke tevreden. Ja, heel belangrijk. We konden ze natuurlijk op 7 punten zetten volgens mij met een wedstrijd minder. Maar vooral de aansluiting naar de middenmoot is wel lekker. Dus ja, het zijn wel hele lekkere 3 punten. Ja. Hoe zat je in de wedstrijd? Voor je gevoel zelf? Hoe zat de ploeg in de wedstrijd? Nou, ik denk eerste helft. Nou, speelde niet heel goed, maar werden zij ook niet echt gevaarlijk. Alleen in de tweede helft gingen wij veel te ver teruglopen, waardoor het onszelf nog moeilijker maakte. Toen waren we heel snel de bal kwijt. Konden zij een beetje drukken, zonder dat ze echt grote kansen hebben gecreëerd. Maar ik denk dat wij vooral in de tweede helft veel te ver naar achter lopen, waardoor je eigenlijk bijna niet meer ervan afkomt. We zijn gewoon een goed team en we horen helemaal niet van onder thuis. En ik denk dat iedereen dat ook wel weet en iedereen ook wel ziet. Ja, maar goed, het zijn toch feiten. We staan er en we moeten naar boven, dus dat is aan ons. Een belangrijke overwinning dus voor Goes. De andere Zeeuwse club in de derde divisie, Hoek, speelde gelijk op bezoek bij FC Lisse. Opvallend is verder de monsterzegen van Odin 59. In de stand blijven Hoek en Goes staan waar ze stonden. Maar Goes heeft nu de aansluiting met de middenmoot echt te pakken. Tot slot van deze uitzending gaan we kijken naar korfbal. Want voor Top uit Arnhem-Muiden stond er een belangrijke wedstrijd op het programma in de zaalkorfbalcompetitie. Om nog een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in de hoofdklasse, moest de thuiswedstrijd tegen Nieuwekerk gewonnen worden. Of dat gelukt is, hoort u van Stefan Nijpjes. In Sportal de Blikken in Arnhem-Muiden probeert Top de goede start van het nieuwe jaar een vervolg te geven. Dit is de opstelling waarmee coach Edwin Kapolsen aan de wedstrijd tegen Nieuwekerk gaat beginnen. Aanvoerder Janine Marij speelt samen met Demi Mondeel, Remco Bezemer en Juriaan Bouwens. En in het andere vak staan Emily Bouwens, Anita de Ridder, Jurgen Jansen en Jorian Schroevers. Top staat op de 4e plaats in de hoofdklasse A, won vorige week in deze zaal van Fix. En wil dus bovenin mee blijven draaien om uitzicht te houden op de play-offs. Maar dan zal er wel gewonnen moeten worden van Nieuwekerk dat op de 2e plaats staat. De start van Top is goed. Hier opent Jurgen Jansen de score. In november won Top nog met 1924 de eerste wedstrijd van Nieuwekerk. Maar hier wordt het 1-1 door een treffer van Niels Stuurstraat. En Nieuwekerk gaat door. Ze komen zelfs op 1-2 na deze score van Lotte Dingjan. Maar dan is het de beurt aan Top. Janine Marijs met een afstandsschot. 2-2. Nieuwekerk wordt dan wat slordig in de passing. Top profiteert. Emily Bouwens zet de thuisploeg op een 3-2 voorsprong. En Top bouwt die voorsprong langzaam uit. Het wordt zelfs 4 punten als hier aanvoerder Janine Marijs met een strafworp de stand op 12-8 zet. Dat gaat de goede kant op met Top. Nieuwekerk zet dan even aan, weet 2 keer te scoren. Babette Blok maakt er hier 12-10 van. Maar een tweede strafworp van Janine Marijs betekent 13-10. De thuisploeg houdt Nieuwekerk daarna nog steeds op die marge van 3 punten voorsprong. En met nog 4 minuten te spelen in de eerste helft maakt Anita de Ridder er dan 16-13 van. Op haar verjaardag.
Top zit dus voorlopig aan de goede kant van de score. Direct in de tegenaanval scoort Nieuwekerk, opnieuw via Niels Stuurstraat. En dan krijgt Top de derde strafworp van de avond en dan kan de marge weer op 3 punten worden gezet. Maar nu mist Janine Marijs. En Nieuwekerk ruikt kansen om terug te komen in de wedstrijd vlak voor rust. Mats Rodenburg 16 tegen 16. Tweede helft. Nieuwekerk leidt nu met 18-19. Hier wordt een paas van Anita de Ridder onderschept. Dani Hogendoren en dan is de marge ineens 2, maar dan dus wel in het nadeel van Top. 18-20. Nieuwekerk blijft het betere van het spel houden. Top gaat kansen missen. Schot van Marijs gaat mis. En aan de andere kant loopt het nu wel bij Nieuwekerk. Dit is een fraaie treffer, Lotte Dingjan, 20-24. Dit gaat niet goed voor Top. Het moet veerkracht tonen, invaller Sander Kloet. Hij scoort 2 keer, dit is de 23-25. Op het tandvlees moet Top bijten om in het spoor van Nieuwekerk te blijven. Nieuwekerk loopt uit naar een marge van 4 punten. Hier wordt het 5 punten, Niels Stuurstraat, 26-31. De meegereisde supporters van Nieuwekerk vieren feest, want die ploeg gaat winnen. Een schot nog van Jurgen Jansen, maar die telt niet meer. Eindstand 26-31. Top verliest. Ik vind dat ze verdiend gewonnen hebben op basis van de tweede helft en een stukje eerste helft. Ja, we hadden 20 minuten in de eerste helft initiatief, sta je op 15-12. Is er eigenlijk niks aan de hand? Eigenlijk hadden we gewoon eerst zelf wat verschil moeten maken. We hadden makkelijk denk ik op 6 punten voorsprong kunnen komen als we die kans hadden afgemaakt. En dat deden we niet. Ja, dan zie je dat Nieuwekerk erbij komt en dan is het gewoon gelijk. En dan begint de wedstrijd de tweede helft opnieuw. En de tweede helft hadden zij tactisch beter op orde dan ons. En ik moet ook zeggen, ik denk dat ons schotpercentage vandaag ook wel laag lag. Ik vind nog steeds dat we, ondanks deze nederlaag, het goed doen. En je moet gewoon wekelijks een finale spelen. En ik vind dat we dat de afgelopen periode goed hebben gedaan. Alleen HKC en KCC waren duidelijk beter. Ook vandaag hadden we kans. Alleen je moet een hele wedstrijd scherp zijn. En tegen de Nieuwekerk dat toch zich goed ontwikkeld heeft. Ja, komen we dan toch net iets tekort. En daar moet ik ze compliment voor geven. Top draait stroef in thuiswedstrijden. Want de nederlaag tegen Nieuwekerk is al de derde in de eigen sporthal. Tegenover slechts 1 overwinning. In de stand zakt Top naar plaats 5 met nu 3 punten achterstand op Nieuwekerk dat op een play-off positie staat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Omroep Zeeland Sport voor vandaag. Voor meer sport verwijs ik u graag naar onze website omroepzeelandsport.nl. En voor nu nog een hele mooie avond en heel graag tot volgende week.